Bij wetenschappelijk onderzoek denk je waarschijnlijk niet meteen aan zeewier. Toch doen wij een studie naar dit zeeplantje. Vandaag zijn we in Zeeland om een nieuwe voorraad op te halen dat meegaat naar het lab in Rotterdam. Monique, jij gaat onderzoek doen naar het zeewier. Waarom hebben we een voorraad zeewier nodig? We gaan dit zeewier gebruiken om te kijken of het bij mensen met type 2 diabetes, met overgewicht, of het daar hun glucosespiegels kan verbeteren. Dus mensen gaan dagelijks 5 gram zeewier eten, 5 weken lang. En na 5 weken kijken we of het verbeterd is. Monique, het gaat om dit zeewier. Hè? Wat is hier dan speciaal aan? Dit is Fucus vesiculosus. Dat heeft een aantal hele goede stoffen. Wat helpt bij diabetes. Wanneer verwacht je de eerste resultaten? Als we alle patiënten geïncludeerd hebben. Dus ik denk over een maand of 8. En in de tussentijd gewoon zoveel mogelijk zeewier eten? Dat raad ik zeker aan. Ik knip een stukje voor je af. Om te proeven. Oh, lekker. Dankjewel. Knapperig. Het smaakt heel gezond. Groenig. Lekker. Oké, fijn. Ja, hopelijk vindt de patiënt dat ook.